Ruim 2 maanden is Steven Bergwijn weer speler van Ajax. Met 6 doelpunten in de eerste 5 competitiewedstrijden kunnen we concluderen dat de aanvaller weinig tijd nodig heeft om zijn draai te vinden. Ik ken heel veel jongens al. Ook met heel veel jongens bij het Nederlands elftal, dus dan gaat het automatisch wat makkelijker. Door iedereen goed opgevangen, ook door Dusa met name. Mee uit eten geweest en dat geeft toch wel aan wat voor persoon hij is. Waar gaat het dan over tijdens een etentje? Is het dan alleen maar voetbal? Of? Ja, ook voor alles. Gewoon het leven, voetbal, familie. Gewoon heel open eigenlijk. Ja, verbaas je jezelf dan ook nog wel eens dat het dan nu al zo makkelijk gaat? Makkelijk lijkt te gaan? Ja, makkelijk lijkt te gaan misschien. Het is wel lastiger dan het lijkt, maar verbazing niet echt. Ik weet dat ik altijd dit in me heb gehad. En ja, gewoon met de juiste mensen en als je het vertrouwen krijgt, dan gaat alles automatisch wat makkelijker. Het is eigenlijk direct lekker gegaan. Maar dat is ook wat ik zeg, ik heb veel vertrouwen van iedereen gekregen, dus dat helpt ook mee. Begint woensdag de Champions League. Volgens mij een van de redenen dat je terug in Amsterdam bent gekomen. Hè? Ja, ook. Zeker. Mooiste competitie, denk ik. In clubvoetbal. En ik kan niet wachten om te beginnen. Ja, wat maakt die competitie zo mooi? Kan je dat uitleggen? Ik denk alles. Gewoon alles eromheen. De sfeer. En gewoon de clubs waar je tegen speelt, dat zijn mooie wedstrijden. Ik denk dat we een fantastische pool hebben. Wel zware pool, maar ja, dat is Champions League. Anders hoor je niet in de Champions League thuis. Dus ik vind het wel lekker. En dan heb je spelers die die hymne meezingen, meeneurien, kippenvel voor krijgen. Wat doet het lied met jou? Ik denk ook kippenvel natuurlijk. Sowieso als kleine jongen dan kijken naar die wedstrijden voor de tv. En dan wil je daar ook staan natuurlijk. Dus. Ik hoop dat ze die boksen extra hard aanzetten woensdag. Naar welke wedstrijd kijk je het meest uit in de Champions League? Ik denk dat Liverpool de mooiste wedstrijd is. Maar ik verheug me op alle wedstrijden. Heb je al contact gehad met Virgil over die wedstrijd? Nee, nog niet. Maar dat komt wel. Ja, ga je hem even bang maken? Ja, hij kent me, dus hij weet wel wat hij kan verwachten. Ga je er echt voor zitten voor Champions League wedstrijden? Daar blijf ik wel voor thuis. Ja. En Ajax, hoe heb je die gevolgd de afgelopen jaren in de Champions League ook? Met een dubbel gevoel. Maar natuurlijk fantastisch wat ze hebben laten zien. En ik denk dat Ajax wel naam heeft gemaakt in Europa. Ja, wat was het moment dat je dacht, hey, daar wil ik wel bij horen? Het moment dat ze in de halve finale stonden. Ja, natuurlijk, daar wil je ook staan. Dat was een prachtig Champions League seizoen. En hoe kijk je terug op je eigen Champions League ervaringen? Want natuurlijk met PSV veel Champions League gespeeld, Spurs wat minder. Ja, wel goede ervaring eigenlijk. Wel heel veel mooie wedstrijden gespeeld. Alleen elke keer niet zo ver, niet ver geschopt. Dus ik hoop dat we dat dit seizoen anders kunnen doen. Ja, want wat mogen we van jullie verwachten? Ja, zo ver mogelijk komen sowieso. Overwinteren, dat sowieso. Ja, als ik durf te dromen, dan droom ik over de finale natuurlijk. Heb je al opgezocht waar die gespeeld wordt? Nee, eigenlijk niet. Maar dat maakt me ook niet zoveel uit. Zie je dan alweer? Ja, dat zou een jongensdroom zijn.